Vandaag paling roken op de Big Green Egg. Welkom bij een extra aflevering van Ralph's Barbecue Tube. Elke eerste zondag van de maand maak ik een fantastisch gerecht op de Big Green Egg. Het is weer de eerste zondag van de maand. Dat betekent de Big Green Egg Special. Voor de mensen die het niet weten, ik doe het al jaren. Elke eerste zondag van de maand komt er een speciaal recept of tips en tricks op de Big Green Egg. Vandaag ga ik paling roken. Paling roken is iets fantastisch wat heel veel mensen al, honderden jaren doen. En het is fantastisch. Ik heb ooit, toen ik voor Big Green Egg heel veel recepten maakte en kookboekjes zelfs, toen heb ik palingrokers geïnterviewd. En het is mooi, de ene die zegt, wat hij doet, dat klopt. Je moet het per se op beuken houden. En de andere zegt, je moet het zo doen. Dus er is al, onder de palingrokers is er al aardig wat, zijn er wat verschillende meningen. Nou, mij maakt dat allemaal niet zo uit wat de perfecte paling zou zijn. Ik weet in ieder geval heel erg goed hoe je een paling moet roken op een Big Green Egg. Ik zelf heb een rookkast thuis. En het voordeel van een rookkast is, daar kun je op hout stoken. Dus je kunt daar ook op hout roken. Je kunt hem een rookmot kun je dat bijvoorbeeld doen. Twee verschillende kamers. Je hebt een gaarkamer en een rookkamer. En daarmee kun je bijvoorbeeld vis, zoals paling, kun je hangen. En als je paling hangt, dan kun je in een rookkast natuurlijk 40 of 60 palingen met gemak in één keer roken. Want het is een mythe dat je paling of vis gewoon moet hangen. Dat is onzin. Dat heeft puur te maken met efficiëntie, gewoon puur met de capaciteit. Niks te maken met vet dat naar beneden druipt langs het staartje en dat soort dingetjes. Die hoor ik ook allemaal. Dat is kwats. Want je zult begrijpen, op een rooster kun je er maar een paar neerleggen. Bovendien, als je een rooster gebruikt, zoals wij nu gaan doen, dan maakt één kant van de huid altijd contact met het rooster. Dus één kant van de huid zal er niet zo mooi uitzien als dat je hem zou hangen. Dus dat is eigenlijk een tweede reden. Ook het gebruik van het type rookhout is ook, er zijn enorm veel discussies. Het is natuurlijk grappig. Dat geldt trouwens voor heel veel recepten over de hele wereld, hè. Soms zeggen ze een traditioneel rendang recept of een traditionele paella of zo. Daar hoort dat niet in, hoort dat niet in. Dat is kwats. Dat heeft alleen maar te maken met de regio waar het bedacht is. Hè. Sommige producten, ingrediënten waren helemaal niet te krijgen in een bepaalde regio. Dus daarom zat het niet in het recept. Wil niet zeggen dat je iets toevoegt wat superlekker is, dat een gerecht daardoor niet beter zou kunnen worden. Geldt ook een klein beetje met rookhout. Kijk, Nederlandse hardhoutsoorten, eiken, beuken, de beukenbomen, daar stikt het van hier in Nederland. Dus het is natuurlijk logisch dat in Nederland heel veel op beukenhout gerookt wordt. Maar als je in Tiel komt of in de omgeving Betuwe, daar heb je natuurlijk ontzettend veel fruitbomenhout. Hè? De appelhout en dat soort dingen. En je zult ook zien dat daar ook rokers zitten die heel veel juist met fruitbomenhout roken. Grappig, hè? Nou, ik ga het helemaal anders doen. Ik ga een blend maken van appel en pekan. Pieken, dus waar die pekannoten vandaan komen. Een beetje notige smaak heeft dat ook. Een beetje mix van, een beetje een blend. Kijk, ik heb die hier alvast in een bakje eventjes voorgeweekt. Zie je dat? Die kan ik nou gewoon eventjes uit laten druipen. Dit is appel, dus de pekan. En dan kun je een klein beetje mengen, als je wil. Hè? Dus laat ik eens gaan beginnen met het aansteken van de Big Green Egg. Je hebt mij 200 keer horen zeggen dat ik altijd evenveel houtskool in mijn Big Green Egg doe als ik hem aansteek. Ongeacht de temperatuur die ik gebruik. Maar nu ga ik een uitzondering maken. Ik heb ik zit zo'n stuk lager dan normaal met mijn houtskool die ik gebruik. Normaal gesproken, als ik hem zo ver vul en ik heb een lage temperatuur nodig, dan heb ik eigenlijk maar een klein deel van de kolen die gloeien. Dus heb ik een lage temperatuur. En dat gaat dan zo steeds verder zo. Gaat dat verder branden. Maar ik wil dadelijk best wel veel rook hebben op mijn paling. Want ik moet relatief kort roken. Het is geen pulled pork of zo die je 11 of 16 uur rook moet meegeven. Dus ik moet relatief veel rook hebben. Nou gaat rookmot alleen maar roken op gloeiende kooltjes. Niet op zwarte kooltjes die niet gloeien. Dus vandaar dat ik iets minder kooltjes gebruik vandaag. Zodat ik iets een grotere oppervlakte met gloeiende kooltjes kan bereiken. Zodat ik meer rook heb en toch een lage temperatuur. Dus dat is het hele idee. Ik gebruik wel gewoon 3 aanmaakblokjes.
Dit zijn die welbekende geperste milieuvriendelijke aanmaakblokjes. Er zit ook zo'n wakslaagje overheen, hè, en die branden een minuutje of 12. Die branden echt lang. Dat is erg prettig. Dus ik zet ze er gewoon tussen op drie plekken weer zoals altijd. Een soort van driehoekje. En nummer 3. Zoals je ziet liggen de aanmaakblokjes niet bovenop de kooltjes. Ook niet eronder, maar een beetje ertussen. En wat ik ook altijd vaak doe, hè, is een beetje gewoon de grote kooltjes, een beetje schuin, zo, in die vlam zetten. Zonder dat we die aanmaakblokjes helemaal afdekken, want zouden ze helemaal bedekken met kolen, dan gaan ze roken als een dolle. Vaak is dat ook zo, hoe kan dat nou, wat van houtkool gebruik ik bij het aansteken, het rookt enorm. 9 van de 10 keer zijn dat de aanmaakblokjes, dus of het soort aanmaakblokjes. Of dat ze gewoon te weinig zuurstof krijgen. Belangrijk natuurlijk tijdens het aansteken dat we ons deksel helemaal open laten staan. En onder de schuif ook helemaal openzetten. Alle zuurstof kan er doorheen, krijgt vanzelf een soort van trek al meteen. En omdat ik een lage temperatuur wil bereiken. Ik verwacht zo na 11 minuutjes, 11 à 12 minuutjes. Dat we al kunnen beginnen met het roken. Pak ik de paling erbij. Zal ik het eens even laten zien. Kijk eens, wat mooi. Ze leven nog. Deze palingen die heb ik al eventjes gepekeld. Maar als jij warm gaat roken, paling gaat roken warm roken, dan hoef je niet per se te pekelen. Ik ken rokerijen die pekelen hun paling en ik ken rokerijen die pekelen niet. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. De smaak van licht gepekelde paling vind ik zelf heel erg prettig. En bovendien tijdens de garing door de temperatuur houdt, doordat ze gepekeld zijn, het zout houdt beter het vocht vast. Hè? Dus tijdens de garing moet je je voorstellen, dan trekt de vocht uit. En als ze gepekeld zijn, dan houdt hij langer en beter dus zijn vocht vast. Waardoor je uiteindelijk een zwaardere paling hebt, maar ook een iets sappigere paling. Zo is het wel. Zout wordt natuurlijk bedoeld het garingsproces begint eigenlijk al. Hè? Bacteriën verdwijnen, conservering. Maar het is niet per se nodig, omdat we dus met een temperatuur gaan werken van 90 graden. En hè, dus als dat langer dan een uur in die temperatuur ligt, dan zijn al die bacteriën zijn gewoon einde oefening, zullen we maar zeggen. Ik heb het wel gedaan. Als je dus gaat pekelen, je kunt een hele korte pekel toepassen. Stel dat je 2,5 uur de tijd hebt en je wilt toch gerookte paling hebben. Wat je dan doet, dan pak jij een emmer. Dan doe je 20% zout. Dus de ratio water met zout. Dus zeg dat je 1 liter water hebt, noem maar op, heb je 200 gram zout. Gewoon een dikke 20%. Maar dan moet je dat maximaal een half uurtje doen. Wil je het een nachtje doen? Dan zou ik zeggen, pak dan maximaal 5% zout. Dus als je dan een liter hebt, dan moet je echt maar 50 gram pakken. Dat is het idee. Overigens heb ik deze mooie palingjes bij Meatfish. Weet je wel. En dit zijn Nederlandse kweekpalingen. Volgens mij komen ze uit het IJsselmeer. En die zijn schoongemaakt zoals je ziet. Hartstikke mooi vers. En nog glibberig en nat. En nou hoor jij altijd, elke palingroker, die hoor je vertellen dat je de paling eerst moet drogen. Waarom dan? Ook dit heb ik al vaker uitgelegd tijdens het roken. Wat er gebeurt op het moment dat jij warm gaat roken. Dus zodra die vissen die in de warmte liggen, dan gaan ze eigenlijk meteen, de vocht gaat naar buiten. Dat wil verdampen, dus dat komt uit het product. Wat er dan gebeurt, is hecht zich aan de huid. En de rook hecht zich dan weer aan het water. Dus wat je dan eigenlijk aan het doen bent, dan ben je eigenlijk het water aan het roken. Dan krijg je allemaal van die druppeltjes, van die donkerbruine grijze druppeltjes. En dan zal de rook ook lang niet zo ver in de paling trekken, dus die garing. En dat is dus jammer. Dus vandaar dat we eigenlijk eventjes gaan drogen zonder rook. En daarna de rookpas eroverheen gaan gooien. Dan krijg je een heel mooi egaal palinkje, die dus ook mooi het vlees zelf veel beter gerookt is. Dat is het hele idee. En heel veel doen het gewoon omdat ze dat gewoon zo geleerd hebben en de reden erachter misschien niet eens weten. En misschien is er zelfs nog wel een andere reden die ik niet weet. Kan ook, hè. Kan zomaar. Dus eerst allemaal mooi droog deppen.
Oké, we pakken eens eventjes de inzetstukken erbij. Convector basket. Die convector basket, daar zou je de convector in kunnen doen. Maar je kunt ook de halve convectorstenen erin doen. Kijk, dit is een halve. Zo'n halve convectorsteen, die zorgt eigenlijk... Twee van die halve convectorstenen, dat zorgt eigenlijk dat je best wel weinig trek krijgt. Want hij sluit bijna helemaal af, zoals je ziet. Zie je dat? Er kan nou echt maar heel weinig warme lucht en of rook omheen. In dit geval is dat perfect, want ik moet mijn palingen rondleggen. Nu kan ik er dus meer kwijt. En ik heb toch maar een hele lage temperatuur nodig, zoals net uitgelegd, en veel rook. Dus in dit geval gebruik ik twee halve convectorstenen in plaats van de convector. En ik pak mijn RVS rooster. Dat RVS rooster, dat maak ik eventjes middels mijn washandje truc licht vettig. Anders dan trek ik dadelijk de huid van de paling helemaal kapot. Ik ga met de langste beginnen. De langste komen de buitenkant. Het presentatiekantje is deze kant. Ze zullen ook gewoon rond blijven als ze gedroogd en gerookt worden. Dus dat is niet anders. Zorg dat er minstens een halve centimeter ruimte tussen zit. Zodat ze elkaar zo weinig mogelijk of niet aanraken. Ik kan nou maar 6 palinkjes kwijt. Zou ik ze hangen, ja, dan kan ik er al, in dit geval al wel 40 kwijt, denk ik. 30. Kijk, je ziet nou ook dat die mooi aan het gloeien is. Dus ik verwacht ook dat die gewoon tussen de 70 en de 80 graden zit. Iets minder zelfs. Ik denk 70 max. Zonder rook. Hoppa. Schuif je een heel klein stukje open, zodat wij een lage temperatuur krijgen. Je weet het, hè? Een paar minuutjes erbij blijven, kijken wat de temperatuur doet. Mijn richttemperatuur is dus 70. Gaat die er nou snel en ver overheen? Dan moet ik echt heel veel dingetjes aanpassen. Dus dan moet ik beneden heel erg veel knijpen. Gaat die heel langzaam eroverheen? Nou, dan zijn het hele kleine tikkies. En redt die de 70 niet? Dan zet ik gewoon alles eventjes wat verder open. Zo simpel is het. Ik check over 20 minuutjes of ze droog genoeg zijn. En zijn ze dat, ja, dan gaan we daarna roken. Maar ik heb in het verleden ontzettend veel barbecue-wedstrijden gedaan. En gewonnen, dank u wel. En onder andere op de Big Green Egg met Jeroen Hazenbroek heb ik verschillende teams gezeten. Dat is die gast die al die boeken schrijft, weet je wel, hete kolen en al die hete vuren en al die dingetjes. En ik kan me herinneren, een wedstrijd in België 2007, 2008, lang geleden, was één van de opdrachten. Hè? Je moest 5 opdrachten en de visopdracht was het maken van paling. En dan kon je, of je die dan rookt of weet ik veel, grilt of verzin het maar, wat je ermee doet. En dan moet je er een gerechtje van maken. Nou, wij hadden dan gedacht, we gaan hem roken en we gaan een mooie palingsoep doen. Nou, dat laatste idee was een beetje dom. Omdat wij stonden er helemaal achter, het was hartstikke lekker. Maar die palingsoep, de jury dacht van dat wij er een palingsoep van hadden gemaakt, omdat het roken van de paling mislukt was. Snap je? Dat het gecamoufleerd was. De kwats, maar ja, zo dacht de jury. Hoe dan ook, wij moesten die paling drogen. En wat hadden we nou bedacht? We hadden van die tentjes, van die opzettentjes van 3x3 van Big Green Egg en allemaal, je kent allemaal die framepjes, haakjes aan gehangen. Al die palingen die hadden we zo in de lucht gehangen. En toen dachten we, ja, hoe krijgen we die dingen nou droog? We gaan eerst letterlijk als een airdry kledingrekje, maar dat schoot natuurlijk van geen meter op. Dus zijn we naar het hotel gegaan en heeft een van de teammates die had een föhn. En hoor maar. En toen hebben we echt gewoon eventjes 20 minuten zo die dingen staan föhnen, droog te maken. En dat ging echt, die dingen die droogden enorm goed. Nou, daarna gerookt op de Big Green Egg en dan worden ze hartstikke rond. Want dat is uiteindelijk, je kunt ze niet meer terugbuigen. Dus als je afvraagt, is een paling recht of rond? Nou, dat ligt aan op welke barbecue je hem rookt. Dat is het idee, hè? We zijn 25 minuutjes verder. Kijk eens. De palingjes. Je ziet al dat ze mooi droog zijn. Ze zijn zelfs al iets gekrompen. Want dat gebeurt, hè? Ja, hij is los. Kijk, maar je ziet ook. Zie je dat? Ja, dat is dat presentatiekantje. Je ziet het heel duidelijk, hè? Dat contact wat hij maakt met het rooster. Maar dat is niet anders. Maakt helemaal geen donder uit.
Want we eten eigenlijk alleen het vlees, we eten de huid toch niet. Oké, dit is nog aan te pakken, gelukkig. Flink wat rook erin doen. Draai deze kooltjes even om, zodat ik dus zoveel mogelijk contacthitte heb eigenlijk. En dan maak ik mooi die blend tussen die twee houtsoorten. Zo. Snel de vis erin. Zorg dat die mooi in het midden staat, zodat de rook nog wel aan al die kanten eromheen kan. Dekseltje dicht. Dit laten we ongeveer zo open. En nu mag de temperatuur eigenlijk tussen de 70 en de 90 graden. We krijgen gewoon een balans tussen rookgaring en temperatuurgaring. Maximaal 90 vind ik het mooiste. Is het 70, is het prima. Duurt het gewoon net een paar minuten langer. Ik verwacht dat deze een minuutje of... ik denk 45 minuutjes. Dan zijn ze klaar. We gaan het gewoon checken. Kijken jullie ondertussen maar eventjes naar een reclame. Ze zijn er. De eerste drie smaken van mijn eigen kruidenlijn. Een paar jaar mee bezig geweest. En mijn kruiden zijn iets anders dan dat je wellicht gewend bent van de standaard kruidenmix. Je moet het zien als een startpunt. Als ik een voorbeeldje mag geven voor mijn South American Rub, het is een beetje een gaucho-stijl. Denk een beetje chimichurri, een beetje Argentinië. Maar voeg je hier bijvoorbeeld een klein beetje komijn toe en eventueel wat cayennepeper of iets dergelijks, dan zit je al meteen bam in Mexico. En zo kun je je eigen roadtrip gaan maken. Wat dacht je bijvoorbeeld van mijn all-purpose kruiden? Fantastisch op varkensvlees, op kip, op lam, zelfs op vis. Je moet je voorstellen, van die lekkere hele zaadjes met anijssmaak, hè? Venkelzaadjes, helemaal te gek. Ook dat is in de basis al fantastisch, maar een startpunt om nog veel verder te gaan. En wat dacht je van mijn goede dingen, steak en burger rub? Het is een soort reverse rub. Wat is dat dan? Nou, je gaat eerst jouw steak grillen of bakken. Haal hem op tijd uit de pan of van de grill. Doe er wat kruiden aan de boven- en de onderkant overheen en laat het maar een paar minuutjes rusten. Op die manier komen al die smaken fantastisch vrij, zonder dat ze verbranden. De peperkorreltjes die erin zitten, de rozemarijntjes, de tijmpjes, die worden mooi zacht. En die mengen heerlijk met dat vlees. Je hebt nog nooit zoiets moois meegemaakt. En voor een burgertje, gewoon deze kruiden mengen in jouw rundergehakt bijvoorbeeld. En je maakt je eigen fantastische hamburger. Nu te koop in de betere barbecue winkels. En natuurlijk via mijn website ralfsbarbecuetube.nl. Goeie dingen! Wij zijn toch een uurtje verder. Maar kijk eens hoe mooi ze zijn geworden. Heel erg gaaf van kleur. Heel mooi. Kijk, mooi vettig. En dat is natuurlijk wat we willen. Binnenkant. Zie je dat? Oh, fantastisch. Heel erg mooi. Hier zie je dus de kant van het rooster. Zie je dat? Gewoon op het rooster gelegen. Toch nog mooi goudbruin. Hartstikke mooi gaar. Ik ben er blij mee. Nou, je hebt gezien hoe makkelijk het eigenlijk is. En de variaties die je kan toepassen met je rookhout. Ik zou zeggen, give it a try thuis. Het is echt niet moeilijk. Maar vers gerookte paling is fantastisch. Ik laat deze even afkoelen. Ongeveer een half uurtje. Wordt ze ook weer wat steviger. Dat vet gaat weer een klein beetje vastzitten als het ware. Dikt weer een beetje in. En dan zijn die geweldig. Hier ga ik een fantastisch lekker receptje van maken. Die kun jij zien in een andere aflevering. Ik zet hem hier in de kaart of onder in de omschrijving. Het linkje kun je erop klikken en dan ga je dat direct naartoe. Naar die twee video's met deze fantastische paling. Ik zou zeggen, maken en tot volgende keer. Heb jij nou iets leuks gezien op dit kanaal? Ga dan even naar mijn website ralfsbarbecuetube.nl. Ik zet het linkje wel hier beneden. Kun je er snel naartoe, net zo makkelijk. Dan lees je alle recepten terug van mijn video's. Je kunt alle video's terugkijken. Alle spullen waar ik mee werk op dit kanaal zijn daar te vinden. Dus zeker even de moeite waard. Je kunt vriend worden. Nou, en als je nou even op dit kanaal wil blijven hangen. Deze video van vorige week. Fantastisch. En deze. Van een heel poosje terug. Een van mijn favoriete video's. Check hem, hè. En abonneren, dat doe je hier. Door op die knop te drukken. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien op dit kanaal. Goeie dingen!